They're all Dutch, dus we kunnen het lekker in het Engels doen. Aan de starthek staat hier voor de Hoepers, Nick Lenders. Gaan we naar de volgende kandidaat uit Nederland, Sam Laurensen. Dan gaan we weer naar het altijd gezellige Oud-Beierland met Chris Kappen. Super duper Mabels also at the gate met Tim Gauzens. Dan gaan we naar het Dream Team, Tuin de Mok. Ook aan het starten staat hier Boris Brekelmans. Voor Groupie Euro, Mr. JJ, Jimmy Jansen. En last but not least, de rapste man tijdens het WK in Rotterdam, Joep Mandels. Goed luck. Goed, we zijn vertrokken met de finale. Mooi zelf jaar hoor. Een goede start daar voor Jimmy Jansen. Maar hij is niet alleen hoor. Super duper mee nog. Gaat ook nog goed mee hoor. De man met nummer 66, Sam Laurensen. Ook hij was heel goed vertrokken hoor. En hij houdt aan die leidende positie vast. Oh, dan krijgen we nog een inhaalactie naar onderin te zien. Dan is het Joep Mandels die wordt aangevallen. Mandels wordt aangevallen door, even kijken naar de straat nummer 238 van de voorhoofd Brekelmans. Brekelmans nu terug naar 3. En waar is Jansen? Jansen hier op 3. En het is nog steeds de 66 hoor. Sam Laurensen gaat hij dat die links pakken hier. Dan gaat hij doen volgens mij. Jansen haakt af. Die houden we gewoon gezien. Het is inderdaad de man met nummer 66, Sam Laurensen. Die deze finale op zijn naam schrijft in categorie Boys 11 jaar.